Dag dames en heren, de dooi is ingetreden en dat levert af en toe mooie plaatjes op. Zoals hier smelten de sneeuw vanaf dit dak. Ja, de sneeuwresten die liggen er nog wel eventjes, maar de temperaturen gaan toch echt verder omhoog. De lente lijkt zelfs in de loop van de week onze kant op te bewegen. Daar is vandaag nog geen sprake van. We hebben met veel bewolking te maken. Alhoewel, de bewolking is net even wat dunner. Her en der weet even de zon door te breken. Vanmorgen viel in het noordoosten nog wat regen. Daarna werd het droog. Dat is ook een tijdje in het geval, maar op de Noordzee zitten al wel weer nieuwe regen en dat komt later vanmiddag langzaam onze kant op. Maar voor die tijd is het dus een groot deel van de dag droog met zowaar eventjes het zonnetje wat weet door te breken. Het wordt zo'n 5 à 6 graden in het noorden van het land, maar in het zuiden kunnen we al dubbele cijfers verwachten. 10 tot 12 graden. En dat alles dankzij een zuidwestenwind waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. Vanavond gaat het dan vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. Het is een graad of 7. Vannacht trekt de regen weg, maar opklaren doet of niet of nauwelijks. En het wordt een graad of 6, minimaal op de meeste plaatsen. En morgen. Dan ook weer heel veel bewolking. Later op de dag, met name in het uiterste westen, een beetje regen of motregen. De grootste kans dat even de zon doorbreekt is in het oosten en zuidoosten van het land. En ook morgen is het zacht. Dat is het ook de dagen na morgen. Donderdag valt nog wel van tijd tot tijd regen. Vrijdag breekt al voorzichtig de zon door. In het weekend gebeurt dat veel uitbundiger. En dan zien we ook dat de temperaturen nog verder oplopen. Ja, dit weekend wordt het echt volop lente in de middag.